Gisteren vroeg mijn vrouw belangstellend aan mij: Heb je al een titel voor je column van deze week? Toen ik antwoordde dat de titel Kutkeeper zou worden, keek ze me enigszins geschokt aan. Dat kun je toch niet maken, zei ze. Ik zei dat de NOS-dagbladen- en praatprogramma's dit scheldwoord prominent hadden gebruikt. Waarvoor zou ik me dan moeten schamen? Het woord is ook nog eens Groesbeek gerelateerd dus helemaal passend in Studio De Streek. Einde verantwoording over de titel van mijn column Kutkeeper. Voetbal is oorlog, al dus de titel van een documentaire over Achilles 29 uit Groesbeek. De documentairemakers konden zich geen betere reclame wensen dan het veelvuldig getoonde fragment dat de club volgens de trainer een kutkeeper heeft als bron van alle ellende. Of die keeper werkelijk zo slecht is, krijgen we niet te zien. Wat we wel zien, is de overtreffende trap van een wedstrijd verplassen tussen Achilles en de treffers. In voetballend Spakenburg zijn er de rode en de blauwe. In Torm is er muzikale rivaliteit tussen de geiten en de bokken. Dorpse folklore met een voor buitenstaanders niet te bevatten sociaal-cultureel-anthropologische achtergrond. De film Fanfare van Bert Haanstra is ermee begonnen. Uiteindelijk fuseren op het einde van die film beide fanfares als een ultiem happy end. Dat zie ik in Groesbeek met Achilles en de treffers nog niet zo snel gebeuren. Dat vonden de in de documentaire optredende oudere mannen op een bankje in het bos met een checkie in de hand ook. En zij kunnen het weten als Groesbeekse insiders. Dat Achilles de dorpse folklore ver overstijgt, is wel duidelijk geworden. Het is hoogmoed met een flinke hoofdletter. Om de financiële zorgen te verlichten, sprak de voorzitter bloedserieus over 1 miljoen sponsorgeld dat uit Brazilië verstuurd zou worden. Dit transatlantische verplassen was in Groesbeek nog nooit vertoond. Helaas, helaas. Lag het aan de tegenwind dat die plas Brazilië niet bereikte. We zullen het nooit te weten komen, maar het geld kwam er niet. Achilles dreigde rechtstreeks op een faillissement af te stevenen. Daar hielp zelfs het luidkeelsse gescheld op de scheidsrechter vanaf de tribune door de voorzitter niets aan. Schattig waren dan weer wel de sussende woorden van zijn zus. Harry, hou je een beetje rustig. Maar zo zit Harry niet in elkaar. Het meest gênant vond ik het buitenproportioneel gescheld in de kleedkamer door de assistent-trainer-annex-manager tegen de spelers na verlies van een belangrijke wedstrijd. Een zeer aparte opvatting van een eenzijdig functioneringsgesprek. Bij welke management zou hij geleerd hebben. Dat deze managementstijl een positieve invloed heeft op het uiteindelijke resultaat? Veel sportclubs hebben hun sportvelden rookvrij verklaard om hiermee een positief signaal aan de jeugd te geven. Het zou ze sieren als ze hun sportvelden ook scheldvrij maken als voorbeeld voor de jeugd. Voorzitters, managers en trainers voorop. Een doelman laat wel eens een bal uit zijn handen vallen. Maar noem hem daarom niet openlijk een kutkeeper.